Voor Mallebeerse stond een eerste wedstrijd van het jaar op het programma, met de komst van FT Antwerpen. Voor aanvang van de wedstrijd werd Jesse Verstraeten door de bezoekers nog in de bloemen gezet voor zijn jarenlange trouwe dienst tot en met het afgelopen seizoen. Nog nooit zat de zaal of stond de zaal zo afgeladen vol als deze wedstrijd en gelijk zouden de suppo's krijgen, want de thuisploeg laat de vlam meteen in de pan slaan wanneer ze via Daimani op 1-0 komen. FT Antwerpen vecht voor wat het waard is en in de Kempense heksenketel komen ze via Moussaoui op 1-1. Het is de thuisploeg die het best uit de kleedkamer komt. Wanneer El Ghadawi de bal te lang houdt, is de counter dodelijk. Via combinatie Ait Salah, Daimani en terug Ait Salah staat de thuisploeg op schitterende wijze 2-1 voor. Met nog 5 minuten op de klok gaat FT Antwerpen met een vliegende doelman van start en creëren ze enkele kansen. Maar zoals zo vaak wordt dat meedogenloos afgestraft indien dit niet perfect uitgevoerd wordt. En het is de ingevallen en opgetrommelde Dillian die de 3-1 eindscore op het bord zet. En zo heeft Mallebeerse hun eerste en zeker niet hun laatste stuntzege tegen een topper beet. Zelf hebben we al veel kansen laten liggen. Dan kunnen we het verschil al gemaakt hebben. Oké, dat was niet. Maar oké, we hebben de tweede helft weer die bindt alle weerbaarheid getoond. En dan zie je dat Malle tot veel in staat is. Nu is de bedoeling om die door te trekken naar de volgende wedstrijden. Niet alleen tegen Antwerpen. Als we dat kunnen brengen, dan gaan we nog een mooi seizoen tegemoet. Ja, ik denk dat de wedstrijd langs twee kanten kon uitdraaien. Kansen langs beide kanten. En dat de bal vandaag aan de andere kant heeft gerold. En vooral een verdienstelijk Malle, vooral op mentaliteit. We wisten op voorhand dat het hier een moeilijke wedstrijd zou zijn en dat is gebleken. Op voorhand was er niks gezegd van punten pakken of zo, gewoon eigen match spelen. En als je dan 3 punten kunt pakken, dan is dat gewoon zalig.